De meningen van burgers zijn verdeeld over de voornemens in dit nieuwe jaar. De redactie sprak enkele bedrijfseigenaren en burgers over hun verwachtingen voor 2023. Veelal wordt aangegeven dat, ondanks de economische crisis die Suriname nekt, een positieve kijk op zaken heel erg belangrijk is om dit nieuwe jaar mee te beginnen. Wel, mijn voornemens voor het nieuwe jaar. Wat zullen we zeggen? Wat moeten we zeggen? We wensen. Ik wil het wel, want als je niet positief bent, zal niets lukken. Dus ik wil het wel. Maar we zien hoe alles uitpakt. We zien wel hoe alles uitpakt. Ik kan een beetje bari voor zes manaki. Maar ik wens jullie allemaal het allerbeste. Het wordt moeilijker, ja. Zeker, dat zeker. Als u we moeten moeite maken. Je kan niet beide pakken neerzetten. Het is wel moeilijk, maar je hebt kinderen om te voeden en zo. Dus. Onmogelijk leven om er doorheen te komen. Is een beetje moeilijker geworden, maar ja, we hebben geen andere keus. We kunnen niet opgeven. Het beste in het leven. Ook het bedrijfsleven heeft haar zienswijze over de voornemens in 2023. Ik sta met een goed gevoel 2023 in. 2023 is voor ons binnen onze roadmap 2025 een belangrijk jaar. Een belangrijk jaar waar we een aantal leuke projecten gaan implementeren. En daar zal de samenleving de komende periode ook over geïnformeerd worden. Let's be positive. Laten we kritisch zijn. Laten we aan onszelf blijven werken. Laten we niet bij de pakken blijven neerzetten. En nogmaals, voor de jongeren met name, alleen educatie kan ons helpen uit bepaalde situaties te komen. Bij de pakken neerzitten, gaan hosselen en op korte termijn denken, zal jezelf, maar als land, als omgeving niet verder helpen. Laten we long-term vision hebben, laten we er naartoe werken, dedication hebben om weet je, het leven bestaat niet alleen uit ups. Je hebt downs om de ups te waarderen. Maar wat ik ook merk is dat we heel veel klagen, maar zelf niets positiefs doen aan onze situatie. Laten we niet blijven hangen aan het verleden. Laten we het verleden en de negatieve dingen vergeven, elkaar vergeven en continueren met de positive vibes. Keep the positive vibes in 2023. Laten we het werk blijven verrichten voor land en volk. En voor degenen die het moeilijk hebben gehad in 2022. Don't forget, we hebben de Almachtige die daar achter u staat. En wij zijn allemaal, als Surinamers, zijn we gelovig. En laten we ervoor zorgen dat we voor land en volk gaan. Ja. The future is bright for Suriname. And I know it's difficult to see it right now. Je moet verder kijken dan een jaar of twee. You have to look beyond that. En daar moet je oog op houden. And the future is bright. We gaan 2023 stappen we in. The same motivation, dezelfde enthousiasme, dezelfde drive dat we in 2022 zijn ingestapt. En we gaan het gewoon weer doen, beter doen, nog meer doen. Ik ben heel erg enthousiast om te kijken wat 2023 voor ons te wachten heeft.